zijn hier vanavond te gast bij een autobedrijf aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn. En daar staat iets heel leuks te gebeuren, namelijk een Ladies Night. En daar wordt vrouwen van alles en nog wat verteld over hoe een auto functioneert en wat je in bepaalde gevallen kunt doen. En heel veel daarvan weet Harjo Veld en die staat hier naast me. Harjo, goedenavond. Ja. Jij organiseert dit al een poosje. Hoe lang doe je dat al? Ik doe dit ongeveer anderhalf jaar. Dus we hebben ermee begonnen. Het is eigenlijk begonnen eigenlijk een beetje uit de drempel te verlagen voor de vrouwen naar een autobedrijf. Wij hebben heel veel gemerkt dat gewoon een vrouw die wil dus graag gewaardeerd worden in een bedrijf. En wij proberen die drempel een beetje wat lager te leggen, zodat zij ook wat makkelijke vragen aan ons kan stellen. En ook iets weet over een auto. Want vaak zijn auto wel mannendingen natuurlijk. En dan proberen dat een beetje af te vlakken, dat het ook echt een beetje voor vrouwen is. Ja. En hoe reageren die vrouwen dan? Nou, we hebben de eerste avond hebben gedraaid met 30 vrouwen en dat ging als een lopend vuurtje, zeg maar. Ja. En ik heb na die tijd wel, ik denk wel 130 vrouwen gehad die dus ook daar meer van wat wel weten. Dus het is wel een gat in de markt, om het zo maar te noemen. Een avond organiseren waarbij vrouwen wat meer te weten komen over de auto en alles wat daarbij hoort. Ja, zeker. Ja, zeker is het een gat in de markt. Maar ook er zit voor ons natuurlijk ook even in ons in de keuken laten kijken van wat vinden wij, wat hebben wij te bieden natuurlijk. Het is natuurlijk niet alleen meer auto's, maar we kunnen natuurlijk ook iets uitleg geven over veiligheden. En wat moet je doen in bepaalde situaties. En dat komt bij zo'n avond natuurlijk wel aan het licht. Welke onderwerpen komen er zoal aan het licht? Nou, ik ga eigenlijk in Janneke taal vertellen hoe een benzine- en een dieselmotor werkt. Ja. Dan hebben we een beetje veiligheidssystemen die daarin in zitten. We gaan een beetje remsystemen uitleggen. Dan ga ik even iets uitleggen hoe je, als je een auto te water raakt, wat je moet doen. Ja. Dan gaan we een kopje koffie drinken. En na die tijd gaan we met z'n allen de werkplaats in en dan gaan we dingetjes doen. Echt aan het werk? Echt aan het werk, ja. Een band vervangen. Laten zien hoe moeilijk of het is om een lampje te vervangen soms. Waar de distributieriem is, waar die zit. Hè? Waarom duurt het zo lang om zo'n ding te vervangen? En dat soort dingen. Ja. Ik heb het idee dat de vrouwen allemaal lekker aan de koffie zitten nu. En dat ze er klaar voor zijn om te gaan beginnen. Zullen wij dat ook gaan doen? Gaan we doen. Oké. Okay. Ja, ja. Okay. Met de plaat ben je hier. Fabrika. In het autobedrijf. De dames zijn lekker aan de koffie en aan de drankjes, zie ik wel. En naast me staat Hilde Wientjes. Hilde, jij ziet dit natuurlijk vaker, zo'n Ladies Night. Ja. Hoe zijn de reacties? Ja, erg leuk. Eerst iedereen een beetje van, ja, wat moeten we ervan voorstellen? Of hoe gaat dit? En wat leren we dan? Maar als we dan in de loop van de avond en zometeen ook het praktijkgedeelte in de garage, als ze dan ook echt zien van, hé, hey, wat leuk. En god, dat wist ik eigenlijk niet. En met name de tips van de veiligheid worden erg goed opgenomen. Dan zeggen mensen echt van, nou, dat wist ik niet. En met kleine praktische tips dat je dan op de hoogte gehouden wordt. Ja. En kun je wel zeggen dat het ook een toegevoegde waarde heeft voor de vrouwen die hier komen? Ik bedoel, gaan ze uiteindelijk ook echt zelf dingen doen?
Ja, nou, dat is altijd de vraag natuurlijk. Kijk, je hebt de pechhulpen en die zijn daar heel bedreven in, hebben al het materiaal bij de hand. En ga je inderdaad langs de snelweg een band verwisselen? Ik zou zelf ook, denk ik, snel of mijn man bellen of de wegenwacht. Maar ja, het is wel een toegevoegde waarde dat je wel weet, want, nou, als je geen hulp hebt of voorhanden hebt, ik weet hoe het moet en dat je het toch wel zelf kunt doen. En oliepeilen, iedereen wil toch een beetje onafhankelijk zijn. Oliepeilen, ruitenwissen, vloeistof bijvullen, ja, dat zijn toch wel dingen. Dat is wel leuk als je daar een beetje verstand van hebt. Ja, en niet afhankelijk bent. Ja. Nou, hier een heel clubje dames bij elkaar aan de drankjes. En intussen hebben ze ze al op, zie ik. Want we gaan zo meteen weer beginnen, hè, met de praktijk. Ja, waar ik zo benieuwd naar ben is, had u eigenlijk wel gedacht dat er zoveel airbags in een auto zaten? Nee, dat wist ik echt niet. En dat ze ook in het dak zaten, en ik eigenlijk nooit over nagedacht, nee. Nee. Acht stuks, hè? Acht stuks, ja. Ja. Het is wat? Ja, het is wat. En u, had u ook het idee van, nou, ik heb veel geleerd vandaag? Ja, natuurlijk. Ja. Ga je straks mee leren oliepeilen en zo? Ga je het echt daadwerkelijk doen? Ik denk het wel. Ja. En u, heeft u veel opgestoken? Ja, ook. Ja? Ja. Oké, mooi. Ja. Ik ben benieuwd wat de praktijk gaat brengen. U ook? Dat wou ik net zeggen, ja. Ik heb er heel veel van opgestoken, maar of dat allemaal gaat lukken dan. En, ik heb gelukkig een handige man ook, dus dan is het al gauw van, nou kijk jij maar even. Ja. En nu gaat u zeggen, nu weet ik het beter dan jij? Nou, misschien wel, ja. Ja. We gaan het zo bekijken of het ook in de praktijk ook zo, hoe dat werkt. Ja. Zou heel handig zijn, hè, als we allemaal wat meer weten ervan, dat we als vrouwen, willen we zo graag geëmancipeerd zijn. En dan kunnen we het nu echt zijn, hè? Ja. Oké. Okay. Mevrouw, ik wens u nog hele fijne avond. En alle dames hier natuurlijk. Dan gaan we gauw beginnen en werkelijk de garage in om te zien hoe we het echt in de praktijk kunnen brengen. Een fijne avond nog. Heb zeg maar precies op de juiste timing de goeie, op het lichaam. Ja. Dan mijn kantjes kunnen we bijna 360 keer verkeerd monteren. Oh jee. Dus het is best wel moeilijk. Weten wat je gelijk hebt, altijd gelijk. Nee, er zit een bepaalde volgorde in. Mm-mm. Die volgorde is 1, 3, 4, 2. Mm. Dus dit is de eerste cilinder, zeg maar. Ja. Dus pak eerst deze in, dan de derde, dan de vierde en dan de tweede. Dat gaan ook altijd twee zuigers omhoog en twee zuigers naar beneden. Ja. Dus deze twee gaan altijd omhoog. En die hebben nog altijd niets gekomen. Ja. Dus dat is ook de gelijkheid van de motor? Ja, als je die motor gelijk hoort. Als dat niet zo is, dan loopt die motor onregelmatig. Ja. Die hebben was dat hij dus bokkerig loopt, zeg maar. Ja. En dan loopt hij dus niet op in de slinger. Oké. Je hebt hier, kan ik wel even vertellen, dit is het brandstofsysteem. Hier heb je dus vier injectoren, wat wij dat noemen. Dat zijn van die injectienaalden, zeg maar, die dus gewoon de vloeistof erin spuiten. Ja. En die spuiten dus gewoon de vloeistof in de inlaat. Hier heb je dus de inlaat, zeg maar, hier. Dus hier gaat het als ware mengsel met de lucht gaat erin. Ja. Nou, je hebt daar dat vonkje wat je dan ziet en dan wordt het ontstoken en dan gaat het hier via de uitlaat gaat het eruit. Ah ja, oké. Okay. Die loopt naar achteren. En daar krijg je die ontploffing waar je straks over vertelde. Ja, dan krijg je zeg maar. Ja. Nou, de eerste wat we gaan doen is de handrem en de eerste versnelling erop zetten. Ja. Of de tweede, maar niet uit als er een versnelling staat. Mm-hmm. Dus dat hij niet weg kan rollen. Daarna hebben wij de set gepakt. Uit de handrem, uit het kofferbak. Reservewiel. Dat is meestal een schroevendraaier,
krik. Ja. De setgepakt. En dat? Wat is dat? Dit is een sleepoog. Is oké als je op moet. Draaien, dan, ja. Ja. Oké. Okay. Het eerste wat we daarna doen is de wiel op vooraf halen. Ja. Normaal trekken we hem zo uit. Ja. Mm-hmm. We passen dit aan het kleur. Normaal trekken we hem zo uit. Meestal zit hij wel vast, dus kan je niet goed op. Dan is hij los. Nou, bij alle vijf doen we dat. Ja, dus sta je met je haar naald haar gedaan. Ja. Nou, nog een bepaalde volgorde die. Maar loshalen niet, maar vastzetten wel. Vastzetten is straks wel, ja. Nou, zo dat het allemaal los zit. Kleine inkeping. Ja, heel kleintje, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is het punt waar de krik onder moet zetten. Oké. Okay. Zodat hij niet in onbalans raakt en dat hij knap op blijft staan. Mm-hmm. Andere dames. Ja, even. Hier zit hij bij. Oh, heel klein. Ja. Mijn vingerdik. Ja. Zonder. Andere dames hier ook? Hier wel. Nee. Dat past het niet. Ja? Oh ja. Nou, daar zit de krik. In de rand. Dan lopen ze de rand. Dan zit je er zo. Oké. Okay. Precies. En die rand die zit hier. Oh ja. Die rand zit precies onder de knop. Ja. Ja. En daar zet je hem. Nou, dan is het een kwestie van draaien. Altijd zorgen dat het onder een harde ondergrond gebeurt. Ja. Bij steentjes dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat hij weg kan schieten. Kun je dat nu voelen dat hij goed zit? Ja, dan kan je voelen en dan zit dat. Deze voet, ja? Precies onder het. Onder het punt. Ja, onder het punt zitten waar die. Nou, dan is de kwestie van draaien. Dan heeft hij dan meer houvast in die inkeping, zeg maar, die je daar nog hebt? Nou, hier zit een gul. Daar zetten we hem in. Ja. En dan heb je meer houvast voor veiligheid. Ja, bij dat punt wat je net zegt, voelen ze even allemaal dat. Ja, hier moet je hem onder zetten. Ja, ja. En hier nog verder onder de auto, ja. Om te voelen. Ja. Oké. Okay. Er zit echt een dikke rand hier zo. Die dikke rand, daar zet je hem omheen. Oké. Okay. En dus een kwestie van draaien. Nou, dan staat het wiel omhoog. Pas op dat je niet tegen de krik aanschot, dat het wiel eraf is. Anders dan hebben we een groot probleem. Dan pak je weer een schroevendraaier. Ze zitten al aardig los. Mm-hmm. En dan is de kwestie van eruit draaien. Mm-hmm.
dus het moet vast. Horen die nu nog op dezelfde plek terug te komen, die schroeven? Nee, hoeft niet op dezelfde plek. Niet dat deze hier zit en dat die ook echt hier moet. Oké. Okay. Dat maakt niet uit. Er is wel een volgorde aan, die laat ik straks wel even zien. Soms zit het wiel nog een beetje vast. Nou, een paar tikjes tegen. Oké dan. En dan gaan we met deze beginnen. Ja. Dan? Deze kun je zo achterna. Okay. Hou je hem daar op? Ja. Dan zoek je de gaten op. Ja, en dan gaan we schroefjes draaien. Ja. Dit is... Oh, je pakt hem daarmee, dat is makkelijk, hè? Dit is meer luxe. Ja. Dat de handen niet vies worden. Oh, die van mij worden dan wel vies, maar ja, dat zijn zo. Dan is het eigenlijk een kwestie van draaien. Eerst los erin draaien. Ja. Dus eerst eigenlijk de bovenste. En dan van. Ja, eerst los erin draaien, dat ze allemaal goed erin zitten. Ja. Daarna maak ik niet uit welke als eerste pakt. Ja. Ik pak hem bijvoorbeeld eerst deze. Mm-hmm. En dan gaan we kruislinks. Oké, ja. Zodat het wiel scheef komen te staan. Ja. En dan gaat de naaf. Gaat niet dat goed. Is niet goed. Ja. Dat is een beetje lastiger daaronder. Ja. Dan hebben we een stukje vast. Oké. Nou. Ja. Als die op de grond staat, dan trappen we hem vast. Oh, ken je die? Ja. Wie zit nou hier? Deze? Oké, dan moet je altijd er tegenover, hè? Ja. Ja, dat is even het hele verhaal. Het gebeurt niet heel gauw, maar dat is zeker voor ons. Ja, die hebben we. U was er ook bij? Had u eigenlijk wel in de gaten dat u als autorijder, want ik neem aan dat u zelf ook autorijdt. Ja, klopt. Had u in de gaten dat veiligheid zo'n belangrijk aspect is met autorijden? Nou ja, je hebt nu wel heel veel dingetjes gezien die ik niet bedacht had, nee. Nee. En wel heel leerzaam dus? Ja, zeker weten. Ja. Gaat u de volgende keer zelf een wiel verwisselen, denkt u, als u het straks geleerd heeft in de werkplaats? Denkt u dat u er echt gebruik van gaat maken? Nou ja, als een band lek gaat, ja, dan zou ik hem wel kunnen verwisselen misschien. Ga ik zo oefenen. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, mooi. Succes straks. Ja, dank u wel. Het was een ontzettend leerzame avond. We hebben genoten van het verhaal van Arjo net. Maar ook van alles wat we met de monteurs samen gedaan hebben. De wielen verwisselen, de lampjes verwisselen, het oliepeil controleren. We hebben zoveel gezien, zoveel gedaan vanavond. Ik vind dat we even afscheid moeten nemen van de heren die ons dit vanavond hebben aangeboden. Arjo, hartstikke bedankt. En tot ziens. Jij ook hartstikke bedankt. Ook bedankt. En ik vind dat we... de heren een groot applaus mogen geven voor alles wat ze gedaan hebben.